rabbits! Yeah! Baby rabbits! Hallo jongens en meisjes van de Gamestad. Mijn naam is Sieg en ik ben hier vandaag met een nieuwe aflevering van Socialcraft. En vandaag, wat we in Socialcraft gaan doen, is een lokale operatie eigenlijk. We gaan even iets maken dat in mijn base komt. Dit kan niet iets voor District 3 of iets dergelijks, maar we gaan gewoon iets maken dat in mijn base komt waar ik zelf iets in heb. En wat nieuw is. En dat is dus een nieuwe tunnel, zodat we meer dingen in ons base kunnen bouwen. Want ik ben erachter gekomen dat dit stuk hier best wel lang door kan gaan. En ja, dat vind ik best wel handig. Dan kan ik daar gewoon iets gaan bouwen. En dan heb ik tenminste wat uitbreidmogelijkheden voor mijn base. Wat ik al heel lang niet meer heb gedaan, voor mijn gevoel. Dus ja, in dit geval ga ik dus deze muur zomaar weghalen. En dat ga ik gewoon even on-camera doen, in dit geval. Want ik heb efficiency 5 en haste 2. En mijn pickaxe die moet ik eventjes gaan repairen. Dat doet me net even denken. Maar ja, ik ga dus die tunnel maken en er komt onder andere een rabbit cooker in. Dus dat is eigenlijk een combinatie van een breeder en van een cooker. En wat ik daarmee kan, is daarmee kan ik breeden en cooken. Dus ik breed de rabbits. De baby rabbits komen ergens terecht waar ik kan kiezen of ik ze dood of dat ik ze kook. En dat ik eten van ze krijg. Maar ik ga denk ik voor de rabbits feed. Want ja, die zijn gewoon leuk om te hebben. Waarom ook niet. Ik ging naar beneden. Zoals jullie misschien kunnen zien, heb ik een facecam. Dat is iets nieuws voor mij. Ik vind het wel leuk om te doen op zich. Ik heb het wel een keer in livestreams gedaan en dat soort dingen. Maar in dit geval wist ik niet helemaal goed hoe het werkte met Minecraft. En ja, nu weet ik dus wel hoe dat werkt. Wat ik ga doen, is ik ga een nieuwe pickaxe regelen. En dan kom ik bij jullie terug, zodra ik een nieuwe pickaxe heb. Want dit is natuurlijk geen doen, hè. Oh, nee, trouwens. Wat ik me net... Laat maar. Ik heb wel een nieuwe pickaxe. Want ik heb hier een aantal extra setjes gemaakt voor mijzelf. En het zijn allemaal OP tools en OP armor. Best wel, ja, krachtig. Alles. Het is allemaal gewoon hetzelfde. Ik heb alles hetzelfde genoemd, want ik had heel veel boeken die ik gewoon kon gebruiken voor dit soort dingen. En die heb ik erop gewoon gezet. En ja, gewoon super OP armor gemaakt in dit geval. En er zit echt alles op eigenlijk. Dus ja, ik pak even zo'n Silk Touch pickaxe. Deze leg ik even hier terug. Misschien kijken of ik later kan repairen, maar ik denk het niet. In dit geval, ik weet niet wat er anders met me mee, want volgens mij doet hij raar of zo. Nou, we gaan even kijken. Ik ga in ieder geval dit stukje uithakken. Hoogstwaarschijnlijk gaan we hier dus de rabbit farm maken. En dat moet 4 breed zijn. Het is niet ongelooflijk groot. En ik weet niet of ik er 1 of 2 ga gebruiken. Want 2 is natuurlijk wel wat sneller. Moet even kijken of ik daar ruimte voor heb. Dan zetten we er gewoon, ja, laten we zeggen, 3 blokjes tussen. Dat is altijd gewoon fijn. Dan heb je wat werkruimte om mee te spelen. En dan doen we gewoon 4 blokjes. En dan iets naar achter, zodat er wat ruimte is. En dan gaan we zo de rabbit farm bouwen. En ja, rabbit farm bouwen ga ik waarschijnlijk opnemen. Dus ik zie jullie zo weer. Peace. En ik ben weer terug. Het heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk heb ik de farm toch uiteindelijk afgekregen. Ik kreeg 2 keer uiteindelijk, omdat het ook echt uiteindelijk is. Moet je wel goed weten. Maar ik heb in ieder geval de rabbits er al in zitten. En ik heb... De tante motors die vanuit van buiten komen door mijn enkel glas. Om mijn kleine studentenkamertje. Maar goed.
Ik heb de rabbits erin zitten, ik heb de farm gemaakt. Alles werkt zoals ik het zelf wil hebben. Ik heb alles een beetje goed gedesigned. Nou, tenminste, mooi eruit laten zien, zodat in ieder geval, ja, gewoon decent is. En de tunnel die zelf is, is al eigenlijk gewoon af. Op een aantal details na bijvoorbeeld het pad dat er naartoe gaat en de deur, dat gaan we zo meteen even maken. En in dit geval gaan we eventjes kijken. Gaan we eerst de rabbits breeden met dandelions. Dat zijn van die gele bloemetjes. Kijken of ik die nog heb. Of ergens zoeken of iets dergelijks. En dan ga ik ze gewoon broeden. Volgens mij zijn het ook carrots of golden carrots. Iets in die richting. We gaan het zien. We gaan alles even proberen. En dan gaan we kijken hoe die werkt. Ik zal jullie eerst even laten zien. Ja, ik weet natuurlijk wel hoe die werkt. Maar ik zal jullie eerst even laten zien hoe het systeem werkt. Allereerst, je hebt de rabbits boven. Je kan hier naar boven gaan en op deze knop drukken. Om ervoor te zorgen dat de rabbits omhoog drijven. Zodat je met het breedmiddel naar keuze de rabbits kan breeden. Zodat zij weer baby rabbits uitpersen. Zo. Zodat ze baby rabbits uitpersen. Die weer naar beneden gaan. Omdat ze een half blokje zijn. En dus achter de fence vandaan kunnen. En dus dan komen ze dus naar beneden. Op die half slab. Op die slab. En dan dan gaan ze daar gewoon wachten tot ze opgegroeid zijn. En zodra ze opgegroeid zijn, dan kan je het lava knopje indrukken. Zodat ze verbrand worden. En je de verbrande loot krijgt. Dus geen van die rabbit pootjes. En deze, dat is een crusher. Zodat ze een half hartje damage moeten hebben voordat ze dood zijn. En dan kan ik deze openen. En ze gewoon een dikke slag verkopen. En doodmaken. En het is precies hetzelfde aan de andere kant. Het enige verschil is ik wel moet even wat dingetjes erachter zetten. Hier wat netjeser maken. Is dat een woord, netjeser? Ik weet het eigenlijk niet. Laat me even weten in de comments. Is netjeser een woord? Ik denk het eigenlijk niet. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet zo'n ziekwoord. Netjeser. Oh, ik ben zo netjeser dan jou. Maar ja. Dat is de farm. Dus ik ga even wat drops halen. Dan doe ik deze weer dicht. Dus we moeten even wat dandelions halen. Wat carrots. Dat soort dingen. Er is alsnog een beetje lag in op mijn client. Omdat ik aan het recorden ben. En aan het gamen tegelijkertijd in een hele drukke base. Ik heb 3 dandelions. Dat is niet genoeg, denk ik. Dus ik moet wel even carrots gaan zoeken. Oké. Ik heb hier carrots. Dus dan replant ik de carrots wel eventjes. Dit is wel een hele skere farm hoor. Dus let er maar niet op. Maar ik replant het even wel. Want ze ziet het er nog skerer uit. Zo. Dan kan ik die allemaal pakken. En dan heb ik als goed gewoon genoeg carrots. Dat moet geen probleem zijn. En dan, gaan we gewoon even kijken of we de carrots... Gaan we even kijken of we de carrots kunnen breeden, zegt Sieg. Carrots breeden, jongens. Baby carrots. Er staan wel baby carrots, Link. Het is niet wat je denkt dat het is. Maar ja, even kijken. Ik moet carrots hebben. Ik ga kijken of of het werkt daarmee. Ik hoop het. Zou heel chill zijn. Zodra we deze bunnies hebben gebreed, dan gaan we gewoon aan werken aan de dubbele piston door, die geheim is. Dus in ieder geval moet ik echt nog een knopje vinden drukken. Oep. Volgens mij werkt het wel. En dan moet ik zelf nog eten, dus. Ja, oké. Okay. Ja, dit werkt als het goed is wel. Als het goed is. Ik probeer het ook aan de andere kant even de dandelions. Ik hoop dat er baby rabbits... Ja, kijk, daar komen ze al. Baby rabbits! Yeah! Baby rabbits! Gotta love the baby rabbits. Is heel schattig, vind je ook niet? Alleen is het allemaal wit. Dat snap ik niet waarom. Maar ja, andere kant ook maar even doen. Oh, weer die knop vergeten in te drukken. Oh, nee, zo, ja. Durp. 7, 6, 5, 4, 3. Twee, nog één. Ik kan nog één hebben. Ja. Is een op. Wacht, ik pak de dandelions. Kijken of die ook nog knop maken. Want why not? Meer baby rabbit. Meer baby rabbits. En meer drops. Ik weet niet. Ik weet niet of dit design goed gaat werken. Ik denk, ik probeer het maar. Ik zet gewoon even zo'n dingetje in mijn base neer. Ik heb niet zoveel van dit soort dingen in mijn base staan. Je hebt ook dit soort farms eigenlijk ook voor koeien en voor schapen en dat soort dingen. Maar ik weet niet ook welke ik eigenlijk moet gaan gebruiken. In dit geval hebben we rabbits. En dat leek me wel een goede keuze. Want het is gewoon een nieuwe mob. En dat is misschien wel leuk voor jullie om dat te bekijken. Hoe de nieuwe mob ook werkt met farmen en dat soort dingen. En wat voor dingen je nodig hebt daarvoor. Vandaar. Ik denk, laten we het gaan proberen.
Oké, dus nu zijn het gewoon baby rabbits. We gaan de geheime ingang maken. Dus eigenlijk mijn idee is dat we gewoon ervoor zorgen dat het lijkt alsof het natuurlijk is. En dit stuk muur is eigenlijk wel een soort van vlak, want hier kwamen we uit met stone. Dus wat als ik nou hier gewoon een deur maak? Ik denk gewoon aan deze kant. Ik ga gewoon even dit doen. Zo. Oh shit, nee, dat is de verkeerde kant. Dat is het voordeel van Silk Touch hebben op je pickaxe. Dan kan je gewoon alles wat je plaatst gewoon weer terugplaatsen. Kijk, dit ziet er heel natuurlijk uit, moet ik zeggen. Dit ziet eruit alsof het ja, gewoon zo was eigenlijk. Alsof er niks aan de hand was. Dus dan doen we, denk ik, hier de deur of zo. Ja? Ja, doen we hier de deur. Het is wel stone, dirt. Oké, stone, oké. Moet ik even onthouden, jongens. Ik zal het niet doen, dan ben ik echt een dumbass. Maar ja, ik hoop dat het circuit echt gaat passen. Dat het niet... Moet ik even kijken. Als dat niet gaat passen, ben ik wel de planeet. Dus kut. Ja. Waar ga je dan zo staan? En volgens mij ook niet eens genoeg... Ik heb wel genoeg business bij. Oké, dit is niet... Gaat het werken? Nee, dit is niet precies wat ik moet hebben. Ik weet eigenlijk... Ja, het gaat me net passen volgens mij. Ik weet alleen de hoogte of dat niet... Of het gaat passen. Volgens mij net. Het gaat kantje aan boord worden, jongens. Maar dat is juist de bedoeling van dat soort dingen. Hoe dichter bij je wedstrijd aan de buitenkant zit, hoe beter het eigenlijk is, want dan lijkt het gewoon wat echter. Dus ja. Even kijken hoor. Dan moet ik ze dus hierachter gaan plaatsen. Dat gaan we nu even doen. Dan zet je hier pistons neer. Deze pistons die gaan de blokjes neerzetten. Dus deze plaatsen ze naar voren. Deze pistons hier naar achter. Die zetten ze eerst deze kant op. Dus één blokje deze kant op. En deze gaan er af en die gaan die kant op. Het is op zich wel simpel. Ja, hoe het werkt. Als je het maar snapt eenmaal. Dus wat was het ook weer? Het was stone, dirt als het goed is. Zo. Dus dan komen... Dit blokje komt hier. Dat blokje komt hierboven in dit stukje. Die twee blokjes komen dan gewoon waar ik nu eigenlijk sta. Dus dat is eigenlijk het idee. Maar dan moet hier naar boven moet er ook nog redstone komen. Ook nog. Ik zeg ook nog, maar ik laat helemaal nergens op. En ik moet een manier hebben hoe ik naar binnen kom. En dat gaat lastig worden, denk ik. Want het moet een geheime manier zijn, denk ik. Iets dergelijks, ja. Ik denk een geheime manier. Dus moet ik ergens een stone button neerzetten. En dat gaat allemaal heel lastig worden, ben ik bang. Oh, ja, daar heb je het al. Ik ben buiten. Gelukkig moet ik alleen dit stukje hebben hier. Ik hoop dat het niet ontzettend veel verder gaat of zo. Ik heb er last van gaan hebben. Want het is elk stukje dat je... elk stukje dat je wegmindt. Dat is dan van... Zet het niet te ver. Nee, niet te ver. Oké, chill. Dan zitten hier die pistons en hier die. Oké, dat is duidelijk. Dus eigenlijk moet hier die doen. Die. Goed verhaal, zie je. Goed verhaal. ik ga maar niet minder in mezelf praten. Want het, nou, ik praat sowieso in mezelf. Daar gaat het niet om. Oké, dus ik plaat deze hier. Dat geluid van die fucking konijnen klinkt echt heel erg vies en fapperig. Oh, nieuw woord. Fapperig. Klinkt niet verkeerd. Volgens mij moet het anders trouwens dit. Want, ja, het moet anders. Het moet zo. Oh. En dan deze op. Is het die? Volgens mij is die. Oké. Ik heb trouwens ontzettend warm op het moment. Dus don't blame me. Het is in de avond altijd ook wel wat warm. Ik heb mijn raam dicht staan. Anders hoor je nog meer de geluiden. Dus het is het een of het ander. Dus ik kies maar voor het ander. Jullie snappen natuurlijk totaal wat ik bedoel. Volgens mij werkt die gewoon. Tenminste, de basics. Ja, kijk. Ik kan zien of hij werkt als hij gewoon... de blokjes gewoon terugtrekt. En in dit geval, als hij dicht is, dan zie je geen flikker van wat er aan de hand is. Dus ik denk dat het beste is om hier gewoon een button te plakken. Of gewoon daar of zo. Dus dan pakken we zo'n button. Ik weet niet of dat gaat werken. Werkt dat nu al? Nee. Dat is heel grappig geweest als dat nu al werkt. Oké, en de pros voor win. Even kijken, kan ik hieronder? Ja, dat kan.
Oeh, zit er heel dichtbij. Oeh. Waar zit dat? Waar zit dat stenen blokje? Is dat hem? Is dat hem echt? Oh nee, dat is die. Oh shit, dat is een hele vervelende plaats. Oeh. Wacht, ik heb een idee, ja, ik heb een idee. Kijk, wat we doen, is dit, ik vind het heel slim van mezelf. We pakken een sticky piston, want in dit geval, als we hier dat zo neerzetten, een van de soorten repeater, dat kan niet, want dan komt hij daar tegenaan. En dan blokkeert hij die en dat slaat helemaal nergens op, dat doet helemaal niks. In het geval als ik daar gewoon redstone dust neerzet, dan gaat het daar een combinatie, gaat niet terug. Activeert het nu dus niet het hele ding, doet alleen iets heel derpies. Dat moeten we niet hebben, dus ik doe dit. Ik leg hier gewoon een sticky piston neer. En die wordt geactiveerd zodra ik op dat knopje klik. Kom maar op. Zie je dat de sticky piston afgaat. En als je daar een blokje tegenaan zet. En hieronder. Oh, gaat dat. Ik hoop dat het gaat lukken. Gewoon die neerzet. En dan. Als je hem klikt, gaat hij open. Als het goed is. Nee, niet helemaal. Dat had ik al verwacht eigenlijk. Had ik niet gehoopt. Maar ja, dit is vervelend. Oké. Dat is dat. Foutje. Hoe ga ik dit oplossen? Even kijken. Ik zit even te denken. Hoe kan ik hier alsnog een button neerzetten? Ik kan een piston naar boven doen. Maar het is ook zo overdreven. Ja, dat kan. Wacht trouwens, dat kan op zich wel. Ik weet niet of je dan een butt switch geeft of iets dergelijks. Maar laten we maar hopen van niet. En dat is naar de buitenlucht. Dat is niet de bedoeling. Dus net weer terug. Die ook. En dan gaat die. Moeten we even terug naar beneden. Voor een crafting table. Redstone blok maken. En dan zetten we die op deze piston. Zodat als wij. Wacht. Als wij deze knop indrukken. Waar ik dus nu bij kan. Dat is lekker handig zeg. Oh, het lijkt me lekker. Als ik de knop indruk. Dan gaat hij omhoog. En dan is hij buttpowered. Ja, fuck. dat is niet fijn. Ik verneuk het voor mezelf, jongens. Weet je wat ik ga doen? Dus ik ga terugkomen zodra ik het gefixt heb. Oké, ik heb misschien een idee gevonden. Ik kan niet zo goed Nederlands meer de laatste tijd. Maar ik heb waarschijnlijk een idee. En dat is dat een dropper. Die geeft een output als jij. Als je hier een item in zet. Dan. Wacht. Wat even zullen we eigenlijk. We pakken dus de dropper. Die zetten we omhoog. En de hopper, die zetten we daarin. Dan moet ik natuurlijk wel. Zo, en dan die terug. En die zetten we daarin. Dus zodra ik hier op klik. Dan, als ik die button in klik, dan activeert hij die. Dan gaat het item omhoog. En dan komt hij weer terug. Maar er zit namelijk een signaal in als ik die activeer. Dus let op, hè. Als het goed is, werkt dit. En anders moet ik het heel iets anders doen. Ja, dit werkt als het goed is. Even kijken. Doet het weer niet. What you doing? Maar ik geef op. Ik leg hem gewoon op een andere plek neer. Het maakt ook niet zoveel verschil uit. Deze piston is helemaal buggy as fuck. Doet niet wat ik wil. Dus dan zetten we die gezellig terug. Dan gaan we gewoon werken op een andere plek met die button. Klaar. Oké. Ik heb een punt bereikt waar ik het een beetje kan doen. Hij gaat dicht. Maar dat willen we natuurlijk niet hebben. We willen natuurlijk dat hij open gaat als ik op de knop klik. En dat daar ook van binnen kan. Dus wat we doen is we doen even hier het weghalen. We graven naar boven. We moeten wel naar boven kunnen komen. Niks belangrijks hier? Nee. Oké, dan zetten we hier gewoon deze neer. Nee, trouwens nee. Dat moeten we nu doen. Deze zetten we terug. Dan pakken we een redstone torch. En die zetten we heel gezellig daarop. En dan is het gewoon geïnvert. Dus dan gaat hij juist open in plaats van dicht. En nu kunnen we dus hier ook hierbovenop gewoon een button neerzetten. Heel simpel. Pakken we een button. Ik weet dat het lui is. Maar leg gewoon die neer. Dan kun je die gewoon openmaken.
Oh god, nee, dat werkt niet. Dat werkt niet, zeg. Ah, ik ben zo redstone faalhaas vandaag. Bizar. Halleluja, halleluja, hallelololololo. Sorry, ik moest dat muziekje gewoon zo uit de mond doen, anders dan had ik veel copyright ofzo. Ja, echt zo. Maar ja, in ieder geval, ik heb de deur klaar, in ieder geval, tenminste in werkende staat. Dus zodra ik op de knop klik, dan gaat de deur open en dan moet ik wel snel gaan, anders dan ben ik laat. Maar hij werkt. En je ziet er niks van aan de buitenkant. En ik heb het design weer fout gedaan. Jullie moesten mij toch herinneren, jongens? Shh. Kan niet, hè? Maar in ieder geval, dat is het design. We hebben nu in ieder geval hierboven een knop. Hij valt meer op dan normaal, maar dat maakt zich niet zoveel uit. Er zit een redelijke delay op. Ik moet heel snel deze blok plaatsen, anders dan kom je er nooit doorheen. Dan moet je omhoog en omlaag. Het staat ook helemaal nergens op. Maar in ieder geval, de deur is klaar. En de gang ook. Tenminste, redelijk klaar. En daarbij ga ik eventjes wat meer dingen veranderen. In ieder geval, ik ga eventjes wat dingetjes toepassen. Zoals eventjes hier wat hier mooier maken. Dus deze bloks die mogen eigenlijk wel stone bricks zijn. Het plafond boeit me niet ontzettend veel. Want dat is daarachter ook gewoon hetzelfde. En daar kijk je niet ontzettend veel naar. En ik heb dan zoiets van, ja, waarom zou je? Dus ja, ik heb hier block of quartz. En daar ga ik slabs van maken. Zodat ik die kan gebruiken. Hierbij. Het ziet er gewoon wat netjes eruit. Ik vind dat nog wel een beetje jammer dat het niet 3 breed had kunnen zijn. Had wel gekund. Maar dat is heel erg ingewikkeld geweest. En ik betwijfelde echt wel of dat zou gaan passen. Dus vandaar. Maar in ieder geval, ik zet even mijn mooie pilaren neer of iets dergelijks. Oh, dat is trouwens wel een goed idee. Als ik nou eens even denken. Zoiets doen. Zo. Wacht, misschien kan ik hier iets veranderen. Kan dat? Ja, ideetje. Nee, geen ideetje. Nee. Weet je wat, laat het gewoon zo. Goed verhaal, zieg! Ja. Ik ben heel goed in nadenken vandaag. Yes. Ontzettend. Mijn design slaan ergens op. Het is laat. Het is al 12 uur. En ik heb een zware week achter de rug gehad. Ik doe school de laatste tijd. Dus het is even vermoeiend. Het is even weer opnieuw op. Opnieuw vroeg opstaan en dat soort dingen. En ik heb nu weekend. En nu is het tijd om te recorden natuurlijk, dacht ik. Maar aan het einde ben je toch wel weer moe. Dus in ieder geval, ik vond het een goede episode. Ik ga de volgende keer ook mijn facecam weer gebruiken. Want ik vind het best wel handig. En zo kan ik ook wel meer interactie bieden tussen jullie en mij. En laten we een thumbs up achter als jullie mijn facecam vet vonden. Oh god, daar gaan echt woordgrappen over gemaakt worden. Maar in ieder geval, bedankt jongens en meisjes voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter als je de video leuk vond. En subscribe als je natuurlijk de video's van mij en die van een GameStad leuk vindt. En ja, als jij een social graf wil, laat een comment achter. En ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Peace!